Dus weet je, je hebt niks waar je naam staat ofzo? Nee. Ja, een oud pasje ofzo. Oud pasje? Maar daar staat wel je naam op? Nee. Ook niet. Hé, dan ben ik bang dat je toch even mee naar het bureau gaan nemen als je je niet kunt identificeren. Ja, hoe is dat dan? Hè? Ja, zoals ik zeg. Ik moet daar aantonen wie je bent en als je dat niet bent dan... Ik kan mijn naam wel vertellen. Ja, maar daar heb ik ook vrij weinig aan, want je kan ook zo, maar niet... Nee, ik ga gewoon even leuk in je systeempje opzoeken. Leuk fotootje bij naampie. Nee, maar we gaan het gewoon heel makkelijk doen. Je gaat gewoon even met ons mee. Dan gaan we naar het bureau, gaan we daar even kijken wie je bent, ja. Ja, maar jezus. Ga je gewoon normaal meelopen of moet ik... Ik vind het echt niet kunnen. Waarom altijd mee? Ja, u staat een joint te roken, dat is niet mijn probleem. Ja, nee, zeker vanwege mijn huidskleur, hè? Nee, zeker niet. Maar u bent hier degene die een joint rookt. Ah nee, dus dat was gewoon een sigaretje. Het was geen sigaret, meneer. Dat was gewoon een sigaretje. Nou, dat kunt u ook aan mijn collega vragen, want die ziet ook gewoon dit een joint. Ja, nee, ja, je ziet, hij heeft een brilletje op. Hij ziet dan niet zo goed. Je mag even meelopen, gaan we naar de boom. Ja? Ja, ga je gewoon normaal mee? Ja, ik loop wel even mee, joh. Oké. Okay. Ja? Maar weer naar de auto? Zo, heb jij een schijf voor bij je die niet bij mag hebben of iets waar ik kan bestellen? Nee, joh. Niet? Nee. Dan mag je even handen op het dak zetten, gaan we even kijken. Ja, hoor. Wat ik nu vind behoort dat u, hè? Ja, het is niet van jou, hè? Nee. Ook niet veel bij je sleutels. En deze bij kan ook als. Ja. Nog even op de motorkap. Zo. Als je even de rechter voorleest, ga ik naar de andere kant even de auto zetten. Meneer, we hebben deze aangehouden. Recht op een raadsman kunt deze niet voorlopen, wordt u er eentje toegewezen. U hebt ook recht op te zwijgen, alles wat u zegt zal een kant tegen u worden gebruikt. Heeft u deze rechter begrepen? Ah, nee. Heeft u niet begrepen? Nee, ik zou weten waarom ik hier word aangehouden. Op het niet kunnen vertonen van een geldig ID-bewijs. Nee, dat is echt helemaal bullshit gewoon. Nou goed, meneer, het klopt dat u niks bij u heeft, toch? Ja, dat klopt geheel. Nou, dan is dat de reden van de aanhouding. Ja, ik geef u nog één keer de kans. U kunt gewoon mee gaan werken of we gaan even de boeien omdoen. Nee, ik heb echt even helemaal geen zin in. Oké, nou collega, dan gaan we even naar de boeien staan. Blijf staan. Hey, kom. Op de grond. Kom dan, hè. Hey, op de grond. Laat hem betrust, liggen. Laat hem betrust. Vriend, op de grond nu. Hey, laat hem los, man. Doe normaal, ja, ik heb laat hem los. Hey. Laat hem betrust. Dat doet hem niks. Ik graag assistentie. Auw. 221 OC. Auw. Godverdomme. 221 assistentie. Dus hij heeft gezet aanhouding. Laat me los. Hey, afstand houden! Ja. 0202 OC, spoedassistentie. Zullen we niet meer werken? Collega's nu liggen vecht over. Ja. Hey, meewerken vriend. Hey, opzouten, stoppen met filmen. 22 02 OC, ga ook onder geleiden deze kant op. Meewerken vriend. Klauwen erbij.
Zit het normaal? Krijgt hij arm niet bij? Hij ligt op zijn arm. Jij ook afstand, wegwezen nu. Laat hem los, maar. Even nog één collega die hier kan helpen. Hond erbij. Zijn arm, zit hem niks, joh. Laatste keer dat ik vraag, wegwezen nu. Hé, jij, afstand houden. Dat is een politiebrutaliteit. Gewoon lekker op, man. Ja, anders laat je de hond afstand erop. Chesley, als jij nog even vrouw ook hier? Afstand houden. Zijn arm hebben. Weet je, joh. Hey, kerel, afstand. Dan kunnen we boeien. Jij ook, hè? Even linkerarm. Hey, arm geven of de hond wordt ingezet. Eén keer weg, trap naar mijn collega's, dan heb je de hond te pakken, ja? Simpel. Hoezo, ik mag gewoon filmen, toch? Waar moeten we even ja, hij is in de boeien, hij is in de boeien. Hé, ga je gewoon meelopen nu? Afstand lijkt me, maar oké. Ga je nog steeds verzetten? Dan zet hem wel in de bus. Kom maar op, dat kunnen jullie straks rustig doen. Luister, als jij met dat blauwe vest, je kunt hier nu weggaan. Ik voel je bij deze om het gebied te verlaten, anders word je aangehouden, ja? Ja, hou jij hem ook even vast, collega. Wat heb ik gedaan dan? Hoofd naar beneden houden? Ja. Je hebt lemmering hier. Nee, hier. Op de grond. Ik heb niks gedaan. Ik ga zomaar mensen mee, hebben jullie niks te doen? 2, 3, ik heb zijn voeten, jullie beide een arm. Ja, kom maar, naar de bus. De bus open. Weg dan. Ja, de bus maar open. Sukkels. Leg hem erin. Yo. Maal gek. Ah, leuk. Zo. Oké, dan ga maar rijden. Hey. Zo, kijk, ga nog zijn nou net afstand daar. Sander, had jij mijn auto ga jij ja, je loopt dus naar die auto toe. Denk gelijk mijn privé weggaan. Ja, even kijken, collega, als jij meerijdt. Politie, mentaliteit. Ik krijg gelijk mijn privé 1 verder. Je maakt alles kapot. Ja, ruim maar. Ja, dat blijft maar nodig als jullie er zo bij komen staan. Ja. Hey, laat hem los, joh! Laat hem los! Ik heb al meerdere keer gezegd dat je van afstand moet houden. Waarom doe je dat dan niet? Ja, je voelt je wel leuk hier zo. Beetje doen jullie nou in de kast, man? Pietje gaat even van de straat af, anders krijg je een ga jij van de straat, dat is een openbaar trein. Gaat je helemaal niks aan, want tegen je af. Ja, je zegt raar. Vrouw ook, gewoon doorlopen. Ga van de straat af. Hé, van de straat af nu. Hoezo? Wat wil je doen? Wegwezen. Wegwezen. Heeft u een reden voor dan? Wegwezen. Wegwezen. Niks, man. Luister eens, jij met een blauwe vest. Je bent bij deze aangehouden. Aangehouden? Ja, belediging. Omdraaien of die hond wordt ingezet. Is dat je camera? Hé, luister eens. Die hond, die gaat bijten. Dus je gaat nu meewerken. Op de grond? Wat? 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 Hé, laat lang eens die hond. Hond. Ja. Oké, hond ingezet. Aan de kant. Gewoon af van nou jij. Aan de kant. Oké. Ik de buik gaan liggen. Dus politie brengt het uit. Hij los. Kan niet buik. Die echt zijn. Loslaten. Yes. Arm erbij. Zo. Heb je daar ook nog een hond nodig? Stam de boema. Die verdienen dit niet, jongen. Oh, gaat het wel, joh. Gaat het, gaat het. Jullie agressief, joh. Nee, man. Het gaat niet, joh. Hij komt goed. Ik ga klachten dienen. Ja, ik ben er voor allemaal. Goed. Een vrouw lijkt me verstandig als ik gewoon het gebied verlaat. Gewoon ik ben de volgende, ja. Fiets flikker dat je bent. Kijk, kan die daar in Toeran nog opstaan? Ja, ik neem mee. Pas maar op, ja, laat me los, vriend. Laat me los. Ik ben me niks gedaan aan. Mevrouw, kun je er maar in? Mevrouw, het lijkt me beter dat je het gebied gaat verlaten, anders ben ik de volgende die wordt aangehouden. Ga weg, joh. Ja, hij zit ja, erin. Ja, zelf maar weg. Even kijken. Nee, maak gewoon foto's. Nou, ik moet maar belemmeren als het niet tijdens de laatste keer, jij gaat nu van de straat af. Hé, ik rijd deze wel vanuit het bureau. Flikker dat jullie zijn. Okay. Andere collega was met die kun andere kun je dat niet doen? Oh. Ja, de sleutel is er nog in. Oh, gaat het? Eeuw. Fiets flikkers. Voordat we nog even ID voordat ze vertrekken. Ja, controleer maar even. Ja, mevrouw en meneer, mogen we even hier op deze kant op komen? Nee. Waarom? Waarom? Voordat we bij deze even de identiteit zijn. We zijn niet bang, maar kom er even hier. Hé, hey, luister eens even. Als jij ook niet bang bent, kun je gewoon even je identiteit kun je ons dat niet volgen? Geven. Kun je ons niet volgen? Nee. Wat wil je? Je mag even je identiteit prijsgeven. Jullie hebben het niet bij me, die thuis is daar. Wat maak je hier dan stampij, jongen? Je weet toch dat wij een identiteitsbewijs willen, waarschijnlijk. Ja, ik heb die thuis, ik woon daar, ik word er dichtbij. Ik zie dat hij in een politie komt of tevoorschijn. Die kerel die net is aangehouden, die is aangehouden op
Ja, inderdaad, had allemaal zijn tas aangehouden, deed helemaal niks. Die stond gewoon voor zijn tuin. Jongen, jongen. Zo, nou ik ga, doei. Ja. Hey, ik wil je niet meer zien, hè? Ja, ik wil jullie hier ook niet meer zien. Prima. Als jij hier niet bent, zijn wij hier ook niet. En mevrouw daar ook, mag ook even weg. Ja, kunt u mooi zien. U mag overtrekken. Kijk hoor, zonder weer even zijn lichten. Ja, jongens, mijn hond heeft een camera gevonden. Is, ik weet niet hoe die eraan komt. 5-2-0-7. Ja, in de aanhouding. Ja, kort geregeld. Wij zijn ondertussen even bezig met ruimen van gebied. Dan gaan we ook een status over. Ik zet dat ding terug in de auto. Nou, ik moet zeggen, ik heb deze wel meer onder controle dan die andere. Kom. Mij daar komen. Nope. Nee. Oh god. Uitstappen hond. Nee, luisteren. Uitstappen. Goed zo. Nee. Oh my god. Die hond die gaat lusu. Wie was hier eerst te plaatsen? Ja, wij waren het. Nou, goed. Nou, mooi. Hey, even kijken, tweemaal aanhouding. Die worden naar het bureau gebracht, hè, als ze niet al daar zijn. Ja, die zijn er al. Die hond die gaat weer maar gek, jongen. Ik snap daar helemaal niks van die beesten. Maar goed, oké, jullie verder, alles goed met jullie? Ja, met mij wel. Ja, hoor. Oké, okay, top. Mooi. Dan zullen we ook maar naar het bureau gaan. Moet je die hond van je niet bij je onder controle houden? Ja, die heeft ons dol uitgelopen. Ik snap het echt niet, joh, die gek. Hop. Ik ga de dierenartsen opzoeken, want dit kan echt niet. Ik ben wel bij op het hoofdroom. Ja, joh. Die gaan we eens pepperen, die gek. Nou, pak een collega, dan gaan we toch nog op in bureau. Dan moet je hond even spuit geven hoor. Ja, ik ga het zeker doen.